Dit is een moodboard met allemaal advertising en reclame die ik heel erg vet vind. Zoals deze Nike advertising. Dan gaan we door naar het horloge wat ik ooit heb getekend in de derde klas, geloof ik. De wereld erop. Dan kom ik aan bij mijn schilderijtjes die ik ook een tijd geleden heb gemaakt. En hier moesten we de wereld uit ons hoofd tekenen. En nog een klein dingetje met de vingerafdrukken van mijn moeder. Een soort symbolisch schilderijtje. Gaan we naar deze. Dit is ook een oude tekening die ik ooit heb gemaakt. En dit is een cadeau voor mijn vader een paar jaar geleden. En dit is een soort regenboogregen. En dit heb ik gemaakt van krijtjes en die heb ik gesmolten met een aansteker. En dan staan we samen onder een paraplu. Dan komen we bij de pop-art tegel. Dit moest ik ooit maken en dan mocht je zelf een woord kiezen. Nou, ik had gekozen voor vla. Dan komen we aan bij mijn maquette van een huiskamer. Allemaal schilderijtjes, een tafel met kaarsjes, een hangstoeltje, een kleedje erin. Een bank en een kast. Dit kopje heb ik verframed tot een soort oester met een hele grote parel erin. Ziet er zo uit. We komen aan bij mijn lamp die ik dit jaar heb gemaakt met de opdracht een ode aan het menselijk lichaam. Dit is de bovenkant van mijn moeders torso met haar sleutelbeen. Een lamp die het echt doet. Een stuk hout en allemaal versiersels zodat het van staalpapier zodat het in striel lijkt. Met mijn eigen gipshoofd, maar die hoort er niet per se bij. En als je er lineaal bij houdt, dan is hij ongeveer zo groot. Dit is 15 centimeter. Even kijken, zo. Dus redelijk groot. En dan komen we tot slot aan bij mijn grootste schilderij. En dat is deze. Hier moest ik mezelf namaken en mezelf minimaal een derde van mezelf afbeelden. Nou, dat heb ik gedaan. En een eigen logo gecreëerd. Dit is een lineaal van 30 centimeter dus. Het is een vrij groot doek. En ik heb gewerkt met tape en ververdikt. Met zand, zodat er echt structuur kwam voor het haar. Zodat het ook een beetje een industriële look zou krijgen. That's it. Dat zijn alle werken.